Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een granny square maken en deze verschilt met een gewone granny square, want een normale granny square die je gewend bent, die begint vanuit het midden. Maar nu beginnen we ook vanuit het midden, maar we gaan er een bloem in de hoek maken. En ja, je kan daar allerlei kleurtjes voor gebruiken. Ik heb lichtblauw, zeegroen, even kijken wat ik nog meer heb hier, wit, lichtblauw, zeegroen en wit en geel voor het middenstukje. Maar ik ga hem vandaag even in andere kleurtjes maken, want ik heb er nog een paar gemaakt. Deze, kijk, hier zit weer een donkere rand blauw in en vond ik erg hard, maar als je daar een heel sprei van maakt, dan komt dat wel mooi op, dat wit met dat donkerblauw. Dus ik heb zo een paar dingetjes geprobeerd. Ik heb ook geprobeerd hier vanuit het midden met stokjes, maar die vind ik te open. Dus ik wil hem nu gaan maken met een kleinere midden van de bloem. En ik heb hier, en ik zal het dichter laten zien, hier samengehaakte stokjes voor de bloem. Vandaag wil ik hem met deze tinten gaan maken, dus roze, een beetje zalm en nog een, ja, eigenlijk een opeenvolgende kleur roze. En ik ben gewoon benieuwd hoe dit uitpakt en we gaan beginnen met geel. Dus we beginnen wel eerst met dit middenstuk en dan pakken we wel een magische ring, maar die ga ik heel rustig uitleggen. Je hebt dus nodig een bolletje geel, wit, dan de kleur die je wil hebben, maar dat is dus 1, 2, dan zeegroen is 3, blauw is 4, en dan, ja, je kan, ik heb nu dus dadelijk 5 kleuren. Ik pak dadelijk geel, roze, een ander kleurtje roze en zalm, en wit, dus dat is 5 kleuren. Je hebt nodig een schaartje, een haaknaald nummer 6 en een stopnaald. Omdat je met verschillende kleurtjes werkt, heb je nog wel wat af te werken. En we beginnen dus met een bolletje gele wol. En je pakt dus de draad over je hand, de magische ring. Je pakt 2 vingers of 3 vingers, dat maakt niet uit. En dan nog een keer hoor. Je pakt het uiteinde zo vast, 2 of 3 vingers, en dan draai je hem en dan zit die bol, dus die bol zelf, die zit schuin over je andere draad. Dan ga je onder je eerste draad door en dan pak je die draad naar voren en dan draai je je haaknaald zodat je hier nog een lus op kan pakken. En dit is dus 1 lus, zo, en dan heb je je magische ring al klaar. Ik maak hem even wat kleiner, want zo groot heb je hem niet nodig. Je trekt aan het kortste touwtje. We hebben nu nodig 8 vaste en we tellen deze losse mee, dus we doen nog 7 in de ring. 1, 2, 3, 4, trek eventjes al aan het touwtje, want ik vind hem veel te los zitten. We hebben al 4. 5, 6, 7, dan trek je weer aan het touwtje, 8, dan heb je de magische ring klaar, tenminste het begin. Dus je begint met 8 vaste of 7 vaste inkenden en dan sluit je de toer met een halve vaste. Het niet zo netjes gedaan in het begin, moet ik zeggen.
maar het komt goed. Een halve vast is dus insteken, draad omhalen en doorhalen. En nu gaan we twee losse en een vaste doen. 1, 2 en in de volgende doen we een vaste. Insteken, omhalen door en nog een keer omhalen, dat is een vaste. En weer twee losse. 1, 2 en in de volgende steek weer een vaste en met twee lossen en in de volgende steek weer een vaste en met twee lossen en zo maak je de hele toer af. Lossen. En nog een vaste. En dan ga ik even de lusjes tellen, want ik moet er 8 hebben in totaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog een keer hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, nog een keer 2 lossen. En nog een keer 2 lossen, want we hebben er 8 in totaal nodig. En dan sluiten we de ring en dan gaan we meteen met een ander kleurtje beginnen. Dus je trekt nog niet de gele draad door, maar je pakt dus het we gaan nu naar de witte kleur. Dus we pakken nu een wit bolletje. Het zijn gewoon eurobolletjes hoor, dat heeft helemaal geen dure garen of wol te zijn. Die zet je om je haaknaald en je trekt hem door. En we gaan 3 lossen. En in die lus hier, deze, gaan we 4 halve stokjes nu maken, want we tellen deze mee als 5e. Dus we slaan om, insteken, doorhalen en maar door 2, niet helemaal afmaken. Want 4 halve stokjes is niet helemaal afmaken. Omslaan, insteken, doorhalen en door 2. Kijk, dan heb je er 1, 2. Omhalen, insteken, doorhalen en door 2 hebben we er 3. Omhalen, insteken, doorhalen, door 2. En dan heb je er 4. En omdat we deze meetellen, is als je de 5 lussen op je ring hebt, dan mag je nog een keer omhalen en dan sluit je hem. En dan doe je nog een keer omhalen en dan sluit je het bloemblaadje. En nu ga ik eventjes deze afknippen, die gele, want de gele kleur hebben we niet meer nodig. Een beetje langer. Ik vind dat wel fijn met straks met de draadjes afwerken. En dan gaan we meteen door met nu moeten we dus 5 halve stokjes maken in de opening. Omhalen, insteken, doorhalen door 2, dus 1, omhalen, doorhalen door 2, omhalen, doorhalen, oppakken door 2, omhalen, doorhalen, oppakken door 2. En we hebben 5 lussen, maar we hebben nog geen 5 stokjes, dus we moeten echt 1, 2, 3, 4, 5 stokjes hebben. 1, 2, 3, 4, nog 1, want dan komt het blaadje mooi naar voren. Nu hebben we 5 halve stokjes, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 lussen en dan halen we hem door en we sluiten hem af met een halve vaste. En dit is alweer het tweede bloemblaadje. Ik ga even aan de achterkant kijken en ik ga deze witte aan de gele knopen. Zo. En dan draai ik mijn werk weer om naar de goede kant. En dan gaan we deze toer helemaal vervolgen met onafgemaakte stokjes. En je hebt er gewoon 5 nodig. Je hebt er nu 4 en dit is 5 en dan pak je weer een draadje erom en je sluit het bloemblaadje en weer afmaken met een halve vaste. Dus we hebben nu al 1, 2, 3 bloemblaadjes.
de volgende: omslaan, insteken, door 2, omslaan, insteken, door 2, omhalen, insteken, ophalen, door 2, omhalen, insteken en weer door 2 en nog eentje door 2 en je hebt de 5 en je haalt de draad door en we gaan naar de volgende bloem. En je hebt weer 5, omhalen, doortrekken en een halve. En je hebt weer een bloemblaadje. Ik ga even deze toer afmaken. Ik stop even dit draadje naar de achterkant, want dit is echt de voorkant. 1, 2, 3, 4, 5. Je moet er nog 3 en dan zie ik je bij het eind van de toer. Nu zijn we aangekomen met het sluiten van de toer. We hebben, als het goed is, 8 bloemblaadjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die kan je straks nog wel een beetje naar voren duwen met je vingers. En dan sluiten we gewoon de toer boven op de lus van de eerste. En dan gaan we met een ander kleurtje werken. Dus we pakken nu, even kijken wat ik hier heb. Hier heb ik met zeegroen gewerkt. Maar ik vind het leuk om met de roze kleurtjes aan de granny square te gaan werken. Dus ik zit even te dubben welke kleur ik wil pakken. En ik denk dat ik met de lichtste kleur begin en dat ik met de donkere eindig. Dus we pakken nu. Even weer afknippen. We pakken nu een licht kleurtje. Maar wat je wil, als je zelf zegt ik heb nog restjes liggen, dan pak je nog restjes. Dan is het ook goed. Ik doe wel altijd eventjes een knoopje leggen, zodat het beter aanvoelt. Iets strakker. Nu gaan we dus in deze opening even 3 lussen maken, zodat dit meetelt als een stokje. En dan gaan we 2 stokjes in deze opening zetten. En dit wordt dadelijk de hoek. En dan gaan we 1 losse doen. Even kijken of ik het goed zeg. Nadenken. Nee, 2 losse ertussen. 1, 2. Dan gaan we naar deze opening. En dan zetten we weer 3 stokjes. 1, 2, 3. Dan weer 2 lossen. En dan gaan we weer hier een hoekje maken. Hier zetten we ook 3 stokjes in. En omdat dit een hoekje wordt, zetten we weer 2 lossen. En in dezezelfde opening zetten we ook weer 3 stokjes. Dan weer 2 lossen. En hier gaan we gewoon 3 stokjes inzetten in de volgende opening. 1, 2, 3 en dan weer 2 lossen. En dan weer 3 stokjes en deze wordt weer een hoekje, dus hier doen we weer 2 lossen en nog een keer, dus 2 lossen en nog een keer 3 stokjes in dezelfde opening.
Dan met twee lossen. Zie je? Je ziet al dat leuk die bloem opkomt met die kleurtjes. Dan gaan we hier weer drie stokjes inzetten. En dan met twee lossen. En dit wordt weer een hoek. Dus hier wordt weer drie stokjes. Even al garen pakken. Ook lekker altijd af en toe. Ja. En twee lossen. En weer drie stokjes. En weer twee lossen. Als het te snel gaat, dan kan je altijd nog de video even stopzetten. En we zijn op de hoek gekomen. Dan komt de bloem al heel leuk op. Ja. En dan gaan we weer drie stokjes in deze hoek zetten. Oh, even omslaan natuurlijk. Omslaan. Eentje. En drie stokjes. 1. 2. 3 en 2 lossen en we gaan deze afvechten gewoon hier bovenin. Probeer altijd 2 lusjes te pakken, maar lukt het niet altijd hoor. 2 lusjes en we hechten hem af met een halve vaste. Halve vaste is gewoon de draad erdoor. Even afknippen en we hebben al een hele leuke granny square met een bloem erin, zo kan je hem ook houden. Maar nu gaan we dus, ik laat het even zien. Dit is de achterkant, dit is de voorkant. Kijk, deze hebben we nu gedaan. En nu gaan we dus deze rand maken. En dit wordt een dubbele granny, tenminste 2 rijden met hetzelfde kleurtje. Dus dan begin je in de hoek. En we zijn nu geëindigd hier in deze hoek. Dan houden we deze maar aan. En ik wilde van licht naar donker, maar ik vind het nu wel leuk in één keer om het donker te pakken, om het contrast. Kijk, dan moet je voor jezelf een beetje kijken, hè, wat je mooi vindt. Het is altijd wel mooi als je dezelfde kleurtinten pakt, maar dan moet het contrast er ook zijn. Maar goed, het is heel persoonlijk en je weet ook niet welke garen dat je aan kan komen, want niet alle kleuren zijn altijd beschikbaar. Je pakt dus de hoek weer, je hebt eventjes een opzetlus gemaakt. Je houdt het kleine draadje aan deze kant en je begint in die hoek, pak je je draad door en je zet hem gewoon vast. Met een halve vaste en dan pak je weer 3 lossen. En dan gaan we beginnen en dan maken we alleen deze rij tot hier. Met 3 lossen, of nu 2 stokjes nog. Dan moet ik heel even kijken hoe ik het bedacht had. Ja, nu moet je ook 2 lossen elke keer tussen houden, dus 2 lossen. Even wat garen klaar liggen. 2 lossen hebben we gedaan en nu weer 3 stokjes in de openingen. 1, 2, 3, 2 lossen en dit is ook een gewone opening, dus gewoon 3 stokjes. 1, 2, 3, nou zijn we nog niet bij de hoek, dus even nog 2 lossen en dan gaan we nu de hoek doen en dan pakken we weer 3 stokjes in de opening,
twee losse en weer drie stokjes. En dan gaan we weer verder met twee losse. En weer in elke opening drie stokjes, twee losse, drie stokjes in de volgende opening. En we zijn al bijna aan het eind. Drie en nu twee losse. En nu zijn we op deze hoek. Ik leg hem even neer, even laten zien. En we zijn op deze hoek. Kijk, als je deze voorpakt, dan als dit blauw is roze, dan zijn we op deze hoek en dan gaan we van deze hoek weer naar boven en dan gaan we weer terug. Dan gaan we het werk even keren. Twee losse had ik net gedaan, dus nu pakken we 1 stokje, want we zitten nu op een hoek. Even kijken hoe dat we dat doen, of ik nu 1 stokje pak of 3 stokjes. Even nadenken. Ja, we pakken 3 stokjes nog. 1, 2, 3. En dan gaan we nu niet rond, maar we gaan nu naar boven. 1, 2, 3 lossen en we keren het werk. We keren zo het werk. Zo. En we hebben 3 lossen en dan moeten we nog 1 losse omslaan en we gaan weer 3 stokjes in de openingen zetten. 1, 2, 3, 2 losse en we zitten nu dus aan de andere kant van het werk, aan de achterkant. En nu gaan we weer op de hoek en dan pakken we weer zo'n groepje van 3. 2 lossen en een groepje van 3 in dezelfde opening. Dat is 3, 1, 2 en weer 3. En weer 2 lossen. 1, 2, 3. Dan met 2 lossen en als we bij de hoek zijn, dan gaan we weer met een ander kleurtje beginnen. 1, 2, 3, 1, 2 lossen, 1, 2, 3, 2 lossen. En we zetten hier nog, even kijken hoe we deze hebben gedaan. Ja, we zetten hier nog een stokje op die laatste losse van dat beginstokje van de eerste, van die voorgaande toer. Dus hier zetten we 1 stokje op. Ik mag hem niet sluiten, want we gaan met een ander kleurtje beginnen. Dat had ik wel gedaan. En omdat we, even kijken welke kleurtjes ik al gehad had. Dit is de achterkant hoor, ik zal even de voorkant laten zien. En ik heb nu bij deze dit kleurtje al gehad, dit. En dan gaan we nu bij een ander kleurtje beginnen met deze bol roze. Je kan ook de twee draadjes samen
haken, zodat je niet zoveel hoeft af te hechten. Dan keer je weer het werk. Dus we gaan nu weer het werk keren om weer terug uit die granny square te maken. Dus we keren weer het werk. Knip even deze af. En we gaan in deze opening weer 3 stokjes maken. 1. Dit zijn er dus 2, want we tellen later deze meetellen als stokje. Dan 2. We pakken nu 1 losse. Ja, we moeten nu doorgaan met 1 losse ertussen, anders wordt hij te los, zeg maar. Dus pakken nu 1 losse tussen de groepjes door. Dus 3 stokjes, 1 losse. Behalve op de hoeken, daar pakken we wel weer 2 losse. Maar nu pakken we even 1 losse tussendoor. 3 en een losse. En een losse. En we zijn op de hoek, pakken we dadelijk wel weer 2 losse tussendoor. Tussen de groepjes van 3. En nu 2 losse. Dus op deze hoek hebben we 2 losse en die andere pakken we 1 losse. Nu weer 1 losse en we gaan weer door tot deze hoek, zodat deze bloem ook mooi onderaan in de granny blijft. Dus nu weer 3, 1, 2, 3, 1 losse, 1, 2, 3, 1 losse. 1, 2, 3, 1 losse. En we zijn hier alweer aan de zijkant aangekomen en dan pakken we 1 stokje hierop. En dan werken we weer omhoog met 3, 1, 2, 3 en dan keren we weer het werk, want we moeten nog 1 toer met deze kleur. Dus we keren weer het werk en we gaan weer de andere kant op en dan pakken we hier weer 2 stokjes, want de eerste 3 losse tellen mee en we doen weer overal 1 losse tussen, 1 losse, 2 losse op de hoeken tussen de groepjes van 3. 1, 2, 3 en nu weer een losse.
En nu zijn we bijna bij het einde. Lossen en een stokje en dan gaan we afhechten. En dan gaan we nu de witte rand maken. Kijk, en dan pakken we weer het voorbeeldje bij. Als je dit zo ziet en je ziet deze, kijk, dan gaan we nu de hele rand met wit afwerken. En die bloemetjes die duw je zo een beetje naar buiten. En ik pak even witte draad. Pak weer even een opzetlusje en je pakt gewoon een hoekje, maakt niet uit nu welke hoek dat je pakt, en je begint met 3 lossen. Je zet hem even vast, 1 2 3, en we gaan hier een groepje van, ja, nu 2 stokjes, want we opzetlus telt mee, dan 1 losse en dan weer 3 stokjes in elke opening. Een losse, 3, 2 lossen, 1, 2, en met 3 stokjes, 1, 2, 3. Kijk hoe mooi het kleurencontrast is, hè? Het is toch, maar goed, als hij dadelijk helemaal af is, dan, ja, dan zie je gewoon een mooie granny square. En nu zijn we hier op de hoek. En dan pakken we deze opzetlus als opening, zeg maar. En daar doen we weer een groepje gewoon van 3. Dan 2 lossen. Want we moeten tenslotte de hoek om. En weer 3 stokjes. En dan gaan we deze kant nog afmaken, dus 1 losse nog, en dan pakken we, even kijken welke we moeten hebben, even hierbij kijken hoe ik het hier heb gedaan. Als je de hoek omgaat, dan pakken we deze. Ja, weer 3, 1, 2, 3, 1 losse,
en weer in de volgende opening. En weer een losse. En weer een losse en weer een groepje van 3. En we zijn weer op een hoek, dus dat betekent weer een groepje van 3, 2 lossen en weer een groepje van 3. En weer 1 lossen. En het handigste is wel, ja, nu met uitleggen lukt het niet, als je eerst de draadjes wegwerkt en dan de laatste toer pakt. Want anders zitten ze een beetje in de weg. Maar het is wel te doen hoor. We zijn bij de laatste aangekomen. Daar weer 3 stokjes in. En 2 lossen. En je werkt de toer af. Met een halve vaste. En ik knip het draadje af. En we hebben een granny square met hele leuke kleurtjes. En ik zou vragen of je wil abonneren op mijn YouTube kanaal. Duimpje omhoog, een duimpje is ook altijd heel leuk als je dat doet bij YouTube. Want dan, ja, dan zie ik hoeveel likes ik heb. En als je doet abonneren zou ook fijn zijn. Dat is de knop hieronder op mijn foto. En ik wens je veel plezier met het maken van een granny square met een bloem erin. Nou, succes en bedankt voor het kijken. En tot de volgende tutorial.